sterke punten van Plymouth zijn voor de kwekerij. Dat het een hele goede groeier is. Het is een mooie bollenmaker. Zodat we zowel in de droogverkoop als in de broeierij heel goed te verkopen is. Zowel het product. En voor de warmere landen is het natuurlijk die makkelijk de lengte maakt en goed te broeien is buiten. Dat zijn wel heel grote sterke punten voor Plymouth. Mijn koper zou de Plymouth moeten kopen. In ieder geval voor de droogverkoop, omdat de 11e prijs heel concurrerend is met al het wit wat er is. Dat ze sowieso in de schuren geen werk aan hebben, want zuren doet hij niet. En hij is altijd mooi in de huid, dus heel goed te verwerken voor in de droogverkoop. En de 12e is gewoon een super mooie broeitulp in de warmere landen. In het buitenklimaat, het is een hele sterke tulp, een lange tulp, lengte en een goede kleur. Eigenlijk gewoon een hele goede tulp. Een tip voor kopers die Plymouth zouden willen gaan broeien, en vooral voor broeiers. Plymouth is een tulp die moet je leren kennen een beetje. Het legt er net op wat voor gebiedje zit. Je kan hem heel goed in een rolkas broeien. Maar je kan hem ook gewoon heel goed buiten in Californië of je kan hem in Zuid-Frankrijk broeien buiten gewoon. Maar ook in Scandinavië in een tunnelkas. Het is een iets latere broeier en als je dan goed met de temperatuur en kijkt naar het gebied, dan is het een uitstekende witte tulp die eigenlijk heel sterk is en altijd heel goed tevoorschijn komt.